Op de jaarlijkse dag van het internet wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor een veilig en toegankelijk digitaal netwerk. Experts waarschuwen voor de toename van cybercriminaliteit en de groeiende uitdagingen rond privacy, zeker nu mensen steeds meer online zijn. Onderwerpen zoals digitale geletterdheid worden steeds urgenter, vooral voor jongeren die meer tijd dan ooit op internet doorbrengen. Dit jaar ligt de focus op online veiligheid en de noodzaak voor bewustzijn onder alle gebruikers. De recente opkomst van kunstmatige intelligentie heeft nieuwe vraagstukken rondom data-ethiek opgeroepen, wat volgens deskundigen vraagt om duidelijke regelgeving. Overheden, techbedrijven en maatschappelijke organisaties benadrukken dat samenwerking nodig is om het internet voor iedereen veiliger te maken. Tegelijkertijd worden ook de voordelen van technologie belicht, zoals verbeterde communicatie en innovatie op diverse gebieden. Naast deze voordelen blijven risico's zoals phishing en identiteitsfraude toenemen. Experts pleiten daarom voor meer investeringen in cybersecurity en bewustwordingscampagnes. Gebruikers wordt aangeraden om wachtwoorden regelmatig te updaten en kritisch om te gaan met persoonlijke gegevens online. De dag van het internet hoopt bij te dragen aan een meer verantwoorde en veilige internetcultuur.